Deze apen doen ook alles in de wangzak stoppen. Dus alles wat ze vinden gaat in die enorme wangzak. En er kan heel veel in. Eigenlijk zijn het een soort hamsters. Ja. Hoi, Noëlle hier. Jullie video eentje van Burgershow. Ik sta in het apenverblijf. Ik ga een video maken bij de Laponders. En het allerleukste is dat er twee jongens zijn geboren bij de Laponders. Daar weet verzorger Daphne. Hey Daphne. Hallo. Mij alles over te vertellen. Ik ga heel eerlijk bekennen dat ik even kwijt ben hoe Laponders er precies uitzien. Het is een grondaap. Okay. Ze leven voornamelijk op de grond. Ja. Ze kunnen wel goed klimmen. Maar het zijn niet zoals de slingeraap die je net zag. Ja. Met de lange armen. Oh, die zijn geweldig. Ja. Ik zie er een. Ja. Oeh, die zit echt heel hoog. Hey. Hallo. Nu is het zo dat er twee Laponders een kleintje hebben gekregen. Ja, dat klopt. Probeer ze te vinden, ja, maar twee, ik zie het even niet. Die een jongen hebben gehad. Volgens mij is er één helemaal naar bovenin. Die is al het vrije, die is een oude. Deze. Hey. Dat is interessant. Ze dus moeten wel naar het andere verblijf. Ja. Andere binnenverblijf voor de gedragsverrijking. Klopt. En wat gaan we doen? Nou, we hebben een paar dingen. Ze zoeken dus heel veel in de grond. Dus dat stimuleren we dan ook graag. Natuurlijk gedrag stimuleren. Ja. Dus dat kunnen we doen door insecten in de grond of noem maar op wat je in de grond kan stoppen. Maar ik heb nu gekozen voor zaden, want dat vinden ze heel erg lekker. Okay. Dus we gaan zaden in de grond verstoppen. Dan gaan zij weer opgraven. Okay. En ik heb balkjes met honing. Die kunnen ze dus met de vingertjes of met een takje kunnen ze het eruit pulken. Ja, honing. Ja, dat is dan eigenlijk weer... te zoet voor ze, maar als verrijking mag dat af en toe. Oké, voor iedereen die nog niet helemaal weet wat gedragsverrijking is. Eigenlijk hier in Burgershow proberen de verzorgers het natuurlijke gedrag van de diersoort te stimuleren. Door de dingen in het verblijf wat moeilijker te maken. Door bijvoorbeeld het voedsel te verstoppen of door voedsel op moeilijke plekken te hangen of te leggen. Zodat de dieren veel moeite moeten doen om daarbij te kunnen. Het moet altijd wel zo natuurlijk mogelijk. Dit is een hele grote, diepe schorsbodem, diepe bak. Een soort biobodem noemen we dit. Biobodem? Ja, dus, zeg maar, hij is zo diep als die. En die zit helemaal vol met schors. Ja, dat verteert ook. Eigenlijk wordt alles opgenomen, zit er veel wormen in. Voor de dieren ook leuk. En deze takken zijn dus echt voor hun tanden om aan te knagen. Ja, je trekt ze er vast. Deze apen doen ook alles in de wangzakken stoppen. Dus alles wat ze vinden gaat in die enorme wangzak. En er kan heel veel in. Gaat helemaal vol en daarna gaan ze pas op een rustig plekje zitten om dat op te eten. Eigenlijk zijn het een soort hamsters. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ze komen ieder moment uit dat gedeelte. Oh, daar komen ze al. Hier zijn ze. Dan gaat alles in die wangzakken proppen. En ik probeer de kleintjes te spotten, maar die... Ja, dat gaat zo lastig. Hier is er eentje. En daar. Dus het is wel natuurlijk gedacht dat eerst de mannen mogen. En daarna de vrouw en de kinderen. Zeker. Eerst de man, dan de hoogste rang vrouw. En dan pas de laatste. Dit zijn echt apen die heel erg rangen hebben. Ja. Hij zit daarboven. Het kleintje. En hoe oud is hij? Dit is de eentje van... augustus, dat is de grootste. Ja. En de andere is van december. Dan hangt er nog bij moeder die omloopt. Oh ja. Doen we de honing in de gaatjes, kunnen ze eruit pulken. Met een stokje, met de vingers, met de tong. In de natuur zouden ze natuurlijk geen honing vinden. Maar dat doen ze wel. Sommige bomen die hebben wel lekkere dingen, sappen, wat ze lekker vinden. Ja. Of ook insecten, wat onder de bas zit, vinden ze lekker. Ze pulken ze ook. En krijgen ze dit iedere dag? Nee, ze krijgen wel iedere dag verrijking. Vooral als ze zo binnen zitten in de winter. Ja. Maar we proberen wel iedere dag wat anders te doen. Want anders wordt het heel saai voor ze. Wil jij ze geven? Ja, graag. Heel erg
erg bedanken voor deze super informatieve ochtend weer bij de apen. Graag gedaan. Ja, ik ga je geen hand geven, want ik zit onder de hoodie. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op het kanaal. En dan, ik heb er nog één, jongens. Hopelijk dat je volgende week weer kijkt. Doei doei!